Het voorstel dat uitgewerkt wordt is een morgendienst, middagdienst, de nachtdienst, waarna de medewerkers de gelegenheid krijgen om, zoals we dat noemen, uit te slapen. Dus uit de nachtdienst te zijn gekomen, vrij te zijn. En dan de daaropvolgende dag ook een vrije dag, waarna de serie zich herstelt. We hebben nu een systeem dat draait op 4 ploegen. Dus we gaan over naar een systeem dat gaat draaien op 5 ploegen. Met dit systeem dat we hebben, het 4-ploegen systeem, hebben we nu al problemen voor wat betreft de personele capaciteit. En als u weet dat ik vanaf 2013 geen nieuwe instroom heb gehad voor wat betreft agenten, dan begrijpt u dat we met diezelfde capaciteit moeten gaan naar een 5-ploegen systeem. Dus de druk op personeel zal zeker groot worden. Daarnaast heeft de korpschef de verantwoordelijkheid, en dat wil ik even benadrukken, om te zorgen dat er continuïteit is in de dienstverlening naar de gemeenschap. Dus die verantwoordelijkheid heeft gemaakt dat nadat de eerste rapportage van de werkgroep aan mij gepresenteerd is, dat ik gezegd heb, luister, het is dan weliswaar een regeling die voor de medewerkers totaal in het voordeel is, maar we gaan hem niet in alle resorten in één keer invoeren. Want als we in alle resorten in één keer invoeren, met de huidige capaciteit overal in het land waar we nu 4 ploegen hebben naar 5 ploegen, in ernstige problemen gaan komen voor wat betreft de continuïteit in de dienstverlening. En mijn verantwoordelijkheid als korpschef gebiedt mij daar rekening mee te houden. Ik heb bij het lezen van dat rapport dat toen uitgebracht was, gerapporteerd aan de minister en er aangegeven wat mijn zorgpunten zijn als je overal tegelijk gaat doen. En dat ik zelf voorstel om binnen alle regio's een x-aantal resorten te kiezen die een beetje een weergave zijn van de aard van de regio, om daar de gewijzigde dienstregeling uit te voeren. De minister kon zich in dat voorstel terugvinden en heeft, nadat ze ook kennis heeft genomen van de andere punten in het rapport van de werkgroep, heeft ze dus formeel aan mij meegegeven dat ze het helemaal mee eens is om in bepaalde gebieden slecht de nieuwe dienstregeling te introduceren. Wat ik mag je ook zeggen, dat met Daniels gaan we het niet redden. Het is moeilijk KPS te redden met Daniel als korpschef. Maar desondanks proberen we alles te doen. Het is moeilijk om te werken met iemand die niet bereid is naar andere mensen te luisteren. Het is niet de bedoeling en het is nimmer gezegd dat de korpsleiding, CQ de korpschef, weigerachtig is om de dienstregeling door te voeren. Het gaat om de verantwoordelijkheid die de korpschef heeft om ervoor te zorgen dat de veiligheid en de dienstverlening gegarandeerd zijn en gecontinueerd kunnen worden. En die verantwoordelijkheid heeft gemaakt dat gezegd is, we gaan naar een geselecteerde groep resorten. Want als er knelpunten zijn die de dienst zouden kunnen stagneren, dan is het maar een beperkt gebied waar je makkelijker op kunt inspelen dan wanneer landelijk alles tegelijk vastloopt. Want dat zou betekenen dat de dienstverlening naar de samenleving niet meer gegarandeerd zou zijn. Ja. Dus dat is de situatie zoals het is op dit moment. Waar ik zie dat wij enigszins tekort hebben geschoten is dat de terugkoppeling niet geweest is met, kijk, we hadden iets ingeleverd en met deze knelpunten. En vanuit de korpschef is daartoe gezegd van rekening houden met dit en dit en dit, dat de pilot gaat voor resorten X, Y, Z. Ja. Dat is een omissie die vanuit de werkgroep, en dat geef ik toe. En dat heb ik ook zo aan de werkgroepsvoorzitter gezegd. Dus de minister heeft enerzijds gezegd, die meeting gaat niet door, maar dan trekt ze zich wel terug met de korpsleiding. Het geeft reden om te vermoeden dat de minister bezig is te hokken met de korpsleiding. Of het waar is, weet ik niet. Maar althans, bij ons werd de indruk gewekt dat de minister bezig is te hokken of te samenzweren met de korpsleiding tegen de Surinaamse politiebond. Als ik dan via de verschillende media moet vernemen hoe men publiekelijk de korpschef, de korpsleiding en het bevoegd gezag beneden alle fatsoensnormen bespreekt, dat dat wel een absoluut dieptepunt is in de historie van de relatie tussen bestuur van de Surinaamse politiebond en de korpsleiding.
Nochtans wil ik ook van deze plaats duidelijk stellen dat bij de korpschef er altijd ruimte is voor communicatie. We hebben in ieder geval van maandag aanstaande een spoed ALV gepland en we gaan het overlaten aan de leden van de Surinaamse Politiebond om te beslissen hoe verder. Wat zij beslissen, dan moet de minister instaan voor de consequentie samen met de president en de korpschef. Nou, laat mij u zeggen dat het goed vakbondsrecht is en aan dat recht komen wij zeker niet, zeker ondergetekende niet. Maar ik kan u wel garanderen dat we als korpsleiding, u ziet de korpsleiding hier vertegenwoordigd, al de desbetreffende maatregelen hebben genomen om te garanderen dat de dienstverlening gecontinueerd wordt. Onder andere zullen we, hebben we al afspraken met het Nationaal Leger lopen om daarin de ondersteuning te verlenen. De bond zegt hetzelfde als nu, dat ze elk moment staan, openstaan voor communicatie en als ze nieuw worden geroepen of druren willen open, dat ze dan direct komen. Die zegt hetzelfde. Wie moet de stap maken? Maak niet. Ik breng het naar de meneer Shin of Chin. Ja, helemaal. Het maakt, het maakt eigenlijk niet uit wie die stap moet maken. Die stap moet gemaakt worden. Maar gaat u tussen nu en maandag de stap ondernemen? We denken erover na.